Hoge bloeddruk. Wanneer je bij een reguliere arts komt, zeggen ze vaak: Je moet stoppen met het zout. En dat klopt, deels. Want wat er achter de komma komt, vertellen ze je niet. Zo heb ik een video gemaakt, een paar maanden terug, over Keltisch zeezout. Tafelzout is niet goed voor de mens. Maar wij hebben wel zout nodig. En keltisch zout is dus heel goed voor ons. Natuurlijk met mate, maar geheel zonder zout is onmogelijk. Wist je dat hoge bloeddruk eigenlijk een calciumtekort is? En dat bloeddrukverlagers het probleem eigenlijk alleen maar verergeren? Calcium is een van de meest voorkomende tekorten bij mensen. En is juist een heel belangrijk nutriënt. Calcium is heel belangrijk voor hart- en bloedvaten. Want wanneer je een vitamine D of een magnesiumtekort hebt, dan kan je calcium niet opgenomen worden. Je lichaam. Heeft twee soorten bloedvezels. Aan de ene kant heb je de slagaders, waardoor het bloed weggaat van het hart. En aan de andere kant heb je de aders die het bloed juist naar, de, naar het hart toe leiden. Dit is nodig om het bloed naar het hart te kunnen pompen. Ja, dat is ook weer zoiets. Hè? Het hart is eigenlijk helemaal geen pomp. Maar ja, daar heb ik een video over gemaakt op Koekwous, op mijn andere kanaal op Rumble. Maar als je spieren in het lichaam samentrekken, want die moeten samentrekken, dan ontspannen ze. En om die spieren hun werk te laten doen, heb je dus genoeg calcium en magnesium nodig. Met een tekort aan dat calcium en magnesium zullen je spieren. Samentrekken, maar ze kunnen dan niet meer ontspannen. En hierdoor gaat je bloeddruk omhoog. Slagaders hebben voldoende calcium nodig om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Dus: hypertensie, reuma, osteoporose. Er zijn 278 andere ziektes te danken aan een calciumtekort. Iedereen moet een bepaald calciumwaarde hebben om gezond te blijven. Wanneer je zuivere voeding tot je neemt, dan zal je bloeddruk gaan normaliseren. Want in gezonde voeding zitten calcium zit calcium en dan zullen je calciumwaarden verbeteren. Denk aan geen ja, groene groentes, bladgroentes, fruit, verse noten, in vis, gebroken lijnzaadolie. In, met hibiscus-thee kan je de bloeddruk ook verlagen. Maar wat dacht je van een gezonde leefstijl? Wandelen. Lekker de natuur in. Hoofd leegmaken. Geen stress. Je bloeddruk zal dan zich dan weer gaan normaliseren. En je nieren zullen er veel beter door gaan werken. Hart- en bloedvaten. Ziektes zijn dé nummer 1 van hartaandoeningen. Het zijn de hartaanvallen en beroertes die eigenlijk ontstekingen zijn. Dus dat het komt door slechte voeding, is eigenlijk gewoon propaganda. Je kent het wel. Ja, niet te veel eieren eten, maar dat is niet goed voor het cholesterol. Over cholesterol heb ik ook een hele video gemaakt. Ik heb trouwens playlists aangemaakt hè, op mijn YouTube-kanaal. En onder het kopje gezondheid, ook zo'n playlist, kun je dit soort video's terugvinden. En ja, calcium is dus nodig voor die goede werking van de slagaders. Cholesterol is dus niet de oorzaak van hart- en vaatziekte of van hoge bloeddruk. Ze linken die twee wel aan elkaar altijd. Die hartaanvallen, die beroertes zijn dus ontstekingen van de bloedwanden. Calcium houdt de aderen schoon. Het zijn de zuren in je lichaam die de ziekte veroorzaakt. Veroorzaken en dus niet de cholesterol. Dus cholesterol komt eigenlijk zelf ontstekingen verzachten. Cholesterol is een levend reddende, levensreddende stof in ons lichaam. En er wordt eigenlijk altijd iets engs van gemaakt van oh HDL, LDL, hoge cholesterol, slecht voor je. Maar als dat zo is, hè, waarom zit borstvoeding dan bomvol cholesterol? Cholesterol is een van de bestanddelen van de huid die cruciaal is voor de zon-op-huid contact de vitamine D. En ongeveer 80 procent. Van ons lichaam, van ons lichaamscholesterol, wordt vervaardigd door het lichaam zelf. In plaats van dat het uit voeding komt, zoals men doet laten geloven. Dus als het lichaam cholesterol aanmaakt, dan heeft dit een belangrijke functie. Dus waarom. Worden we eigenlijk zo voorgelogen? Waarom zeggen ze dat cholesterol slecht voor ons is, terwijl een laag cholesterol gevaarlijker is dan een hoog cholesterol? Als ze zeggen: cholesterol moet verlaagd worden, en ze geven daar medicatie voor, en ze hebben er ook producten voor in de supermarkt. Weet je dat dan je brein gaat uitdrogen, waardoor de kans op Parkinson, dementie, Alzheimer vergroot? Waarom wordt werkelijke genezing of voorkoming, voorkomen van ziekte, niet toegestaan? Stel jezelf de vraag en doe zelf ook je onderzoek. En blijf vooral kritisch. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet naar mijn playlist te kijken. Daarin kan je echt precies zien welke onderwerpen er zijn. En zo heb ik het kopje Narcisme en Codependentie. Daar schrijf ik ook over in mijn boek De Reis naar Heelwording. Maar zo heb ik ook dus topics als gezondheid. En HSP. En wakker nieuws, heb ik ook. Dus kijk vooral even ook op mijn playlist. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende.